Hallo Walnoot en Robin Lientje. We hebben een leuke map voor jullie gemaakt. De kijkers mogen hun score achterlaten in de comments. Hallo Ruppie! Hallo! Hey, hallo en welkom. Wat leuk dat jullie er zijn. Vandaag zijn Robin en ik weer in een hele bijzondere ruimte. Robin, waar zijn we? Ja. Exact. We zijn hier met FHondGames, echte naam is Ferre. En JHondGames, de echte naam is Jelmer. Welkom bij Map van de Kijken. Regel: je mag geen dingen hakken. Je mag wel dingen uit itemframes pakken. En spullen uit kisten pakken. Veel plezier. De bouwtijd met de thee is 15 uur, 16 seconden en 12 minuten. Waarom is dat die manier en tijd met de thee? Soort game, het is een soort co-op met veel levels. Nou, weet je wat? Laten we de tip even lezen. Hier staat nog niks en laten we de tip even helemaal terugstoppen en... Robin, let's go. Ik heb de knop op de staten. Laten wij staten. Oké, level 1. Wow. Huh? Oh, maar deze ziet er lijp uit. Hallo, hey. Ik ben Robin 2.0. Kunnen jullie helpen? Want het portaal is stuk. Zoek een button en zet de button op de goldblok. Daar kunnen jullie door. Maar pas op, er moet veel levels doorstaan. We moeten een button zoeken. Nou, ik zie hier al barrels. En die moeten we op de goldblok zetten. En dat is een soort portaal. Dat. En hier staat licht een button op de grond. Wat doet dat? Oh, waar ben ik? Ben ik nou? De gebruikte ding is... Oké, dat ziet er leuk uit. Nou, ik denk niet dat we die nodig hebben, of wel? Ik denk het ook niet. Ik kreeg trouwens een blokje toen we hier spawnen, kreeg ik dit blokje. En wat is het? Het is kelfheid. Geen idee. Oh. Ja, ik weet wel wat het is, maar... Hé, hier kan je omhoog. Hé, daar is wat boven. Oh. Wat staat er? Geen idee. Kan ik nu verkeerd niet lezen als jij ervoor staat. Verkeerd. Is het te moeilijk? Dan pak je de tip. Ja, maar de tip stelde niks voor. Oh, hier is ook een tip. Tip. Nee, ik ga het niet vertellen. Er waren 100 pagina's extra. Dat ga ik niet doen. We gaan eerst de button wel vinden. Hé, hier beneden! Ja! Lol, je bent verkeerd aan het mee. Je houdt op hoor. Weer verkeerd. Dat ben jij slecht, zeg. De tip is kisten. Ja, oh, dus het zit wel in de kist. Hé. Hey. Wat? Ja, die had ik wat. Oh, hieronder zit een barrel. Ik heb hem. Oh, je hebt hem! Yeah! Laat me kijken, plaatsvlug. Ik wil teleporteren. Oh, ik ook. 1, 2. Hoi. Hey. Level 2. Oh, het is een dropper. Natuurlijk is het een dropper. Deze dropper is... Deze dropper is getest. Maar heel moeilijk. Lol en spring. Lol en spring. Ah. Hey, nou een cat. Hé, hey, inderdaad. Oh. Huh? Waar moeten we doorheen? Ik val uit de lucht. Heb jij hetzelfde probleem? Nee. Oh, ik zie het wel. Ja, gespot. Ik zie het. Ik heb het gespot. Oh, daar. Kijk, nu. Nee, toch? Nee. Helemaal niet, ik kan het zeggen. Je hebt hem helemaal niet. Je bent een leugenaar loesenoep. Hoor je dat? Een leugenaar loesenoep. Oh, nu zie ik hem ook. Ja, ik heb mijn shaders ook aanstaan, dus ik zie het ook allemaal best wel moeilijk eigenlijk. Ik heb een soort van... Kijk, jij hebt een voordeel, Robin. Ja, nee, klopt. Geef je shaders maar de schuld. Au. Oh, ik was zo dichtbij! Oké, dit is hem, dit is hem, dit is hem, dit is hem. Heb ik al gezegd dat dit mis? Heb ik al gezegd dat dit was hem? Volgende bedoel ik. Die paints killen me. Het zijn paints dus steeds. Je kan door elke... Oh mijn god, ik zie nu pas dat die groen alleen maar... Ja! Oh, ik heb hem! Oh, het viel me later pas op dat die groen alleen maar paints waren. Robin, wat ben jij een ongelofelijke noob. Helemaal niet. Ik heb de shaders uitgedaan. Ik ga naar level 3. Oh, dankjewel. Waar zijn we? Jullie moeten nu splitsen. Dus zeg maar, je mag kiezen team rood of team blauw. Oké. Nou, succes daar. Ik ga lekker hier doorheen. Hallo! Oké, die spawnpoint is gezet. En wat is dit dan? Die sprong... Oh, dit is samenwerking. Robin, dit is samenwerken. Nee, dit gaat om samenwerking. Oké, go. Go, go, go. En die button. Klik op de button. Ja? Oh, dat is niet tijdelijk. Oké, nee, oké. Jij bent weer aan de beurt? Oh ja. Oh ja? Oh, dit is serieus echt lijp gedaan. Dat je moet samenwerken in barrel met een boog. Waar moet ik op schieten dan? Hier. Button. Ik heb een arrow. Ja, wat doet deze voor jou? Huh? Moet ik deze doen? Ah, dat is hem. Je mag. Oh mijn god. En misschien moet nu die. Of die. Oh, jij bent, ja? Ah, nee! Nee! Tjupapje, moet jij de boog! Heb ik de boog goed gedropt? Nee. Nee! Is de boog nou weg? Ja. En je moet weer terug op die pressure plate staan, anders kom ik er niet. Maar nu is de boog weg. Oké, ik ga de sprong nu wel halen. Oké. Jij bent erin. Oh, deze gaat wel ingrijpend zijn. Die daar, die is tijdelijk. Oh, ja. Oké, komt-ie. Nu, go, go, go. Nee, nee, wacht. Oké, go. Ja, nee, en dan? Is die tijdelijk? Oké, nee, wacht. Dan kan ik beter die hier staan. Oké, die laatste, die staat voor je. Dus je kan gelijk doorspringen. Komt-ie. 3, 2, 1, go. Nee. Oh, dit is heet. Dit is heet, zegt hij ook echt. 3, 2, En go! Ja! En nu moet je mij redden. Hier, ga maar. Dank je. Oké, je hebt 1 kans. Anders ben je noob. 3, 2. Noob. 3, 2. Oh! Yeah! We zijn hier samen! Hey, jij daar! Hey, vind je dit nou een leuke video? En wil je meer van dit soort dingen zien? Dan like even de video. En abonneer ook meteen eventjes. We gaan voor die 3000 likes. En vertel ook meteen eventjes in de comments wat voor minigame in Minecraft jij nou het allerleukste vindt. En waarom? Ja, gewoon, willen we weten. Dus verder parcouren, fijn, liken, 3000 likes. Doe hier je items in. Ik heb geen item. Klik om naar level 4 te gaan. Oké, nou wat is level 4? Hallo! Jullie zijn gevangen... Oh, lees jij het voor. Heel spannend. Hallo. Jullie zijn gevangenen. Om te ontsnappen moeten jullie itemframes zoeken. Maar je moet in het boekje schrijven welke kant de items wijzen. En als je dat niet doet, dan kun je V niet door naar level 5. Dan kun je V niet door naar level 5. Ik denk dat de pijl is naar de boekenquill. Oké, die is leeg. Dus we moeten ontsnappen. We moeten itemframes zoeken. Maar je moet het in het boekje schrijven welke kant ze naartoe wijzen. Heb je daar iets gevonden in het water? Waarom is het zo klein? Hoe kan dat? Oh, hier staat op een... Het is laag hier. Ik denk dat ben je klein. Oh, daar moeten we doorheen denken. Dit is de eerste... Oké, daar moeten we naar beneden zwemmen. Want we kunnen hier natuurlijk niet uit. Dus je moet daar proberen te laag te kunnen komen. En dan zwemmen. Hoe doe je dat? Kan ik hier niet door de painting? Oh, ik kan ook door de painting. Dat kan ook. Hier. Laten we in ieder geval hierheen gaan. Shiftend moet je hier... Oh, is er iets gebeurd? Ik had iets geactiveerd. Wat heb ik geactiveerd? Ik weet het niet. Doe nog eens. Oké, er is een itemframe en die wijst naar rechtsboven het paard. Dus ik doe goud, paard, RB. Rechtsboven. Oké, dat is de eerste. Oké, hier is niks. Wacht, kijk. Kom eens. Kom jij eens hierheen. Kan jij eens op die dingen zien staan? Op die meuk. Daar is niks. Hallo. Hallo. Kijk, kan jij eens op die tripwire staan? Nee, want jij staat ervoor. Je moet shiften, aap. Oh. Kijk, kan je erop staan? Ah, nee, nevermind. Oké. Wacht, nee, ik heb een idee. Ga eronder. Kijk, ik pak deze. Ja, en nu, kijk. Gaat het shiften. Zo, en nu kan je control gebruiken om eronder te gaan. Ja, hier. Oh, wat ben ik slim. Het werkt serieus. Oké, hier kan je even lucht happen. Oh, nee, niet. Oh, we moeten wel doorgaan voordat we doodgaan. Wat hebben we hier gevonden? Oh, een itemframe. Ja. Ik ga het wel weer opschrijven. Dat is een konijntje. Is alleen naar boven. Naar boven. Die wijst ook naar rechtsboven. Zo. Oké, dus de rabbit wijst naar rechtsboven. Hier kunnen we niks, zeker? Zitten we weer vast? Ja. Oké, hier is helemaal niks. Hier is de rabbit naar rechtsboven, maar hij staat gewoon normaal. Nee, naar boven. Naar boven. De gouden paard die wijst naar rechtsboven. Wat zat er in die kist? Niks. Helemaal niks. Nee. Oké, nou dan laten we weer terug gaan. Nee. Oké, blijf erop en eraf gaan. Doe je dat nu? Want er gebeurt helemaal niks. Ja. Oké, dan ga ik terug. We gaan even uitzoeken. Dat is het sowieso. Walnut. Ja. Ik snap het al. Nou, hoe kom je aan een levertje? Robin, hoe kom je aan een levertje? Dit levertje, dat zat in mijn inventory. Oh, maar deze, dat meen je. Ja. Oh, gebruik hem snel, dan kunnen we hier gaan. Weg uit dit stinkhol. Daar. Oh. Daar. Oké, er is hier een lama. Ik denk niet dat het de bedoeling is, maar laten we in ieder geval even doorlopen. En even kijken wat we hier te zoeken hebben. Ik ga wel via deze kant. Prima. Hey, dat is een nieuw itemframe. Maar wij zijn naar rechts beneden. Weet ik niet. Ik kan hier niet komen. Oh, er staan... rechts beneden wijst het naar. Oké, dat is een boompje. Dat doen we. Boompje. Beneden. Zo. Oké. Oké, we hebben hem gehaald, Robin. Wat zijn we weer goed. Pas op! Oh. Ah! Nee! We zijn binnengesloten. Oh, maar deze. We zijn in de tempel beland, jongens. Welkom in de tempel. Wow. Ik zie daar een C-pikkel naar linksonder. C-pikkel naar linksonder. Oké, wat is dit zand? Ik vertrouw dit zand volledig. Ik ga erop staan. Wat is dit? Zou dat misschien een soort van route zijn, zeg maar? Dat dit is. Dat er, zeg maar, onzichtbare blokken zouden zitten. Ja. Of dat zo... Ja, ik zie het nu trouwens al. Ik zie maar het ding is, je ziet de onzichtbare blokjes gewoon waar je op kan staan. Dat is nog fout. Oh, doet het fout. Oh, jij ook. Oké, maar je ziet dus wel waar je ongeveer op kan staan. Oh, maar deze... Oh, ik heb hem. En dan... Als je de muur bent, moet je daar aan de... Nee, dat kan niet. Ik snap wel de bedoeling. Het is, zeg maar, ze willen dat je kan zien hoe je moet lopen. Trouwens, je kan toch ook gewoon zo lopen? Zoals dit. Hier, je kan gewoon onderdoor. Oh, het is nog best wel simpel. Hier. En dan... Ah, er zat een blokje onder boven mijn hoofdje. Daarheen. Kijk. Hierheen. Zo. Het is veilig. Kom maar. Ik ga je niet slaan. Ik hoef die ook niet te slaan. Pak deze. En heel veel spectral arrows, die neem ik allemaal mee. En heel veel spectral arrows neem ik ook allemaal mee. En de boog pak ik. Ik neem wel nog meer pijlen mee. Kom maar dan! Yes! Oh, okay. Je kon gewoon alles lopen. Ja, daarom. En dan nu? Waar moet ik op schieten? Met het ding hierboven, denk ik, hè? Oké, Robin, we moeten op het zand staan. Kom, we moeten op het zand staan. Ik zie het al. Ik zie nu al hoe dit werkt. Ik ben pro-expert. Maar waarom zit daar dan een deur? Ja, dit is gewoon een voorbeeldje. Maar kijk, komt de stijp dan? Ja. 1, 2, daar! Woehoe! Wow. Oh my days. Damn. Oké, hier weer een nieuwe itemframe. Dit is een boompje boven. Oké, deze wijst gewoon letterlijk naar boven. Maar hier staan ook een rabbit, ook een gold, ook een gold horse. We moeten ze goed doen. We moeten ze goed doen. Ik snap hem. Oké, Robin. Ik ga ze voorlezen. Dan hebben we de twee dus gemist. Goed. Wat dan? Golden horse armor die en had gold. Ik al. Alleen de gold hebben we gemist. Dus die moeten we gewoon gokken. Komt-ie. Het boompje is rechts beneden. De rabbit is naar boven. Die weet ik niet, dus die wachten nog even. Die is naar rechtsboven. En de sea pickle is naar linksonder. En dan gaan we die gewoon een paar rondjes rijden. Tot we hem goed hebben. 1, 2, 3. Ja, 3 was hem. 3 was hem, 3 was hem. We hebben hem goed. Oké, wat? Meneer. Wat? Oh, hij staat hier. Ja, maar dat maakt toch dan niet meer uit. We kunnen die toch gewoon gokken. Oké, wat zijn we beland? Op naar level 5. Doe je items hierin. Ik zal alle items die ik heb bemachtigd, die zal ik hierin doen. Robin, ik vind het wel echt leuk. Op naar level... Dit is echt een lijpe map, jongens. Echt een hele lijpe map. Op naar level 5. Oh, een doolhof. Kunnen we via F5? Nee, oké. Hallo, je bent bij level 5 geraakt. Dit level wordt met de T moeilijk. Veel geluk. Tip. Het doolhof lijkt hetzelfde, maar is veel anders. Ik ga deze kant op. Ik ga deze kant op. Daar. Oké, wie hem eerst vindt, die is cool en de andere is een rot ei. Hé, waar ben ik? Huh? Wacht even. Huh? Ik snap nu de tip. Het doolhof lijkt hetzelfde. Want nu, dit kan niet dat... Ik ben nu aan hetzelfde punt, maar dan anders. Als het ware. Huh? Oh, nee. Het kan niet, want ik liep in één rechte lijn ergens heen. En toen kwam ik weer bij hetzelfde uit. Dus dat kan niet. Er zijn meerdere beginpunten. Het begin is maar meerdere keren gebouwd. Maar ook met die bordjes. Ja, ook met die bordjes. Daarom. Ik liep in één rechtlijn zonder telkens naar rechts te gaan of zo. En ineens was ik weer bij het begin. Dan dacht ik van, dit kan niet. Maar dit kan niet. Ik word echt, ben ik nu ook. Jij bent ook weer bij het begin. Maar dat is niet het echte begin. Wow, dit is heel mind-blowing-achtig gemaakt. Weet je? Dat je echt gaat denken van, wat is dit voor eindeloos doolhof? Hey! Klik voor de... Ik heb hem gehaald! Yeah! Jongens, vind je dit nou zo cool, zoals dat ik dat vind? Dan abonneer je even. Reageer even dat je bent geabonneerd. Anders ben je een loser en een rot ei. En like even de video. Maar vooral even abonneren, jongens. We gaan voor rond 60.000. Klik voor de knop om naar level 60 te gaan. Wil je hem ook nog halen? Nee, we gaan hem gewoon weg. Jawel. Ik had hem bijna. Oh nee. Oh nee, niet zo'n puus. Maar ik moet echt zeggen, het is echt heel leuk gedaan deze map. Oké, voor de mensen die niet snappen wat dit is. Je moet meestal één van de redstone blokken, moet je naar de andere redstone blokken krijgen. Je moet ze allemaal bij elkaar zien te krijgen en dan gebeurt er iets. Maar waar moeten we ze heen krijgen? Laten we eerst even het eindstation vinden. Wat is het eindstation? Ik weet het niet. Nou, we zien het al. Laten we eerst kijken. Ik zie nu al dat deze nog niet kan, volgens mij. Deze doet het wel. Kijk. Oké, deze doet het nog niet. Deze doet het ook nog niet. Dus we beginnen met de rode inderdaad hier. Die brengen we hierheen. En nu kan deze dus die wel geactiveerd. Dus dan brengen we die hierheen. Kom, wacht. Doe jij met die? Dat doe ik ook wat. Zo. Zo. Duw hem maar naar me toe. Strek hem maar. Dat moet jij doen. Deze. Ja, zo. Dat doe ik die. Hoppa. En dan is het een dubbele. Dus dat is dan deze. En die. Nee, oh ja. Die zo. Goed zo. Oké, nu moet die teruggetrokken worden. Zo. Hoppa. Met die dan weer erbij. Dan om vervolgens die hierheen te brengen. Die weg te duwen. Die hierheen te brengen. Die hierheen te brengen. Oh, die geactiveerd. Kan die weggeduwd worden. Om hem naar zich toe te trekken. Hier naar zich toe te trekken. Weg te duwen. Naar zich... Oh, dubbele weer. Dus naar zich toe trekken. Zo, juist. Dan trek ik hem weer terug. En dan doe jij hem daarheen. Komt-ie. 1, 2. Wat zijn wij goed, hè? Huh? Oh, dat is wel slijp gedaan. Hij verdween gewoon. Level 7. Klik met CK. Het wordt steeds gekker. Het wordt steeds gekker, de spelling. Er zijn 3 minigames. Je moet buttons zoeken. Veel plezier. Daar zit de eerste button die is makkelijk te vinden. Hoppakee. Dat is 1. Nou, dan zijn we op plek 2 gekomen. Dus een kippetje hier. Kippetje, gooi een eitje tegen je hoofd. Nou, deze was niet zo moeilijk. Ik denk dat dit hem is. Of het oog is hem niet. Nee, oké, het oog van het was hem niet. Waar is hij? Wacht even. Ik wil eerst even inspecteren. Waar zijn wij? Wat zijn we aan het doen? Minecraft. Ah. Map van de kijker. Map van de kijker, hoppakee. De button. Het is een scam. Dit was niet de button. Oh mijn god. Gefopt. Ik heb hem, denk ik. Ja, zit hij daar? Wacht, kijk wel even. Ik controleer wel even. Reken. Ja, dit is 100%. Minigame 2. We hebben hier 2 villages. Hallo, jongens. Hier 2. Een koe. Water. Farm. Een iron golem. Een huis hier. Stop het antwoord. Oh. Hé, daar ben ik. Oh, jongens, nee. Dit is mijn huis aan de kant. Hallo, ik heb... ga eens naar... Blijf eens buiten! Hallo, Hier. Hallo, ik heb een vraag. Hoeveel wolken zijn er? Schrijf op. Stop het in deze kist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik ben de tel kwijt. Ik begin bij... Papier hier. Okay. Ik begin linksboven daar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 wolken? Ja. Dan heb ik even een endfield nodig en die is hier te vinden. Dus het antwoord moet 12 zijn. Ja. Ik heb XP nodig, nou die kunnen we hier vinden. Woehoe! 12 wolken, is het correct? Is het correct? Ik denk dat ik het fout heb. Ik ga wel even nachecken voor je. Misschien dat dat als 13 telt in de hoek daar. Misschien wel. Dat als dubbel telt. Wat doen nog die villagers hier? Ja, jij ging op die bel gedrukt. Dus die villagers gingen allemaal naar binnen. Wil jij maar even 13 testen? Ik heb het gedaan. Nee, het goede antwoord moet gewoon 12 zijn. Dat kan niet anders. Weet je, ik doe gewoon een hele stek erin stoppen met 12. 12. Hebben we goed? Hey. Hebben we goed? Hebben we nog goed? Er ging wat open. Er ging wat open, hè? Waar ging wat open? In dit huis natuurlijk. Nope. Ik hoorde iets open gaan. En nu weer dicht. Robin. Ja. Ik heb hem gevonden. Het was een mooi parcoursje hierheen. En er zit hier een ladder met naar beneden. Dan kom je in het huis, in het dak hier. Want dat trouwens, ik zeg het nu alsof ik het weet. Maar dat weet ik niet. En dan heb ik hier de button. 1, 2, oh. Minigame. Oh, we hebben maar heel even. Snel alles doen. Je kan gewoon naar boven. Je kan gewoon naar boven. Prima. Oké, ik heb hier sowieso een night vision gespot. Dus laten we eerst even aankomen. Zo. Ik pak hem op. Ik heb de night vision. Zo. Hebben we ook een... ik wil ook even liever... Wat is dit? Is dit al de button? Nee, toch? Wat is dit? Een sign. Staat hier een sign met erop niks. Auw, ik dood. Auw. Auw. Ah, had je hem gevonden? Ja, daarachter die sign. Oh, maar deze, wat meen je? Hallo, hier is een speed obby. Obby. Wat is een obby? Weet ik niet, maar daar gaan we. Een speed obby. No, jezus. Wow, dat ging snel. Oh, zeg maar, speed dat ik op de goede plek span. Span op de goede plek, span op de goede plek. Nee, ik span bij de droppen. Oh mijn god, ik kwam ver. Een speed obby. Ik heb nooit van een speed obby gehoord. Spanpoint. Heb je een checkpoint gehaald? Ja. Echt, ga ik daar nu ook span? Zeg maar dat ik daar ook span. Oh, ik span. Kijk, ik heb een checkpoint gehaald. Wat is dit? Wow. Robin? Ah, ik ging in één keer heel snel. Kijk even hoe lijp dit gemaakt is. Ik ga dit legit, als dit kan ook, ik kon dat veen bouwen. Wow. Ja, dat kan. Dit zijn gewoon van, dit lijkt touwtjes met lengtes eraan. Damn, ouwe. Dat is wel heel lijp gedaan, moet ik zeggen. Ah, nee. Heb ik nou nog een checkpoint? Oké, dit is sowieso een checkpoint, of niet? Ik weet het niet, hoor, maar dit lijkt een checkpoint. Oké, ja, spanpoint. Zo. Hoppa. Nee. Oké, wacht. Dat was die van mij. Oh, dit zijn met sprongetjes. Dit zijn hele enge sprongetjes. Wat staat hier? Mijn V op. Mijn camera is helemaal fucked up. Geliefde, uw spullen. Geliefde. Geliefde, uw spullen terug te stoppen, please. Geliefde, uw spullen terug te stopen. En allemaal melk. Oh ja, ik ga die melk absoluut lekker nemen. Oh, ik kan weer normaal kijken, hè. Jezus. Geliefde, uw spullen terug te stopen. Oké, op naar level 9. Level 9, nu komen er vragen over het hele level. Eerste vraag. Hoeveel wolken waren in de village? Het waren er 12. Correct. Wat is Robin? René, Robin, een varken. Een varken. Ja, hij is goed. Hij is goed. Een varken. Robin is een varken. Hoeveel mensen waren er in level 1? Wat was level 1 ook weer? Oh, dat waren jij en ik. Jij was er 2 keer en ik was er 2 keer. Volgens mij 4, 5. Ja. Ah! Ik had een fout. We moeten weer helemaal opnieuw. 12 varken. Oké. 7. Auw! 12. Varken. 8. Oké. Hoeveel items waren daar verstopt? In level 4. Wat was level 4? 5. Wat was level 4? Wat was het? Itemframes. Oh ja. Wat is level 5? Level 5 was het doolhof. En daarna? Ja. Nee, was het 10! Oh, was het doolhof. Wat zijn de game-naam van de makers van deze map? Like een taartje, like papzak. JHondGames, FHondGames of JHondGames. Oh nee. Volgens mij is het JHondGames19. Ja, ik ken mijn kijkers heel goed. Wat was vraag nummer 3? Dat was hoeveel mensen waren in level 1. Hoeveel mensen waren in level 1? Honden. En natuurlijk de 10 van de 10. Hoppa! Robin! Ah! Neergedood! Oh, maar deze. Welkom bij level 10. In dit level moet je minigame spelen. En dan, smiley, krijg je een koekje. En is de map gedaan. Oké jongens, dus we moeten minigames spelen. Dus het laatste level. Noob, cool en pro. Oké, laat ik even kijken hoe goed ik hierin ben. Dit is de eerste minigame. Hoe hard kan ik dit ding raken? Hoppa, we zijn pro. Ik schrok me helemaal kapot. Ik dood van het. Wat is dit? Oh, dit is een unicorn in het water. Wat goed, ouwe. Ik weet niet, hoor. Wat? Nee, serieus, ik herken het gelijk in dat dit zo'n eenhoorntje is. Dit is de derde minigame, golf. Maar wat is de tweede dan? Wacht even. Hoe moeten we golf? Wacht, ik ga eens dit terugstoppen. Wat leuk dit, hè? We zijn gewoon op een soort pretpark beland. Jij mocht schieten, ik wil golfen. Oké, ja, doe jij golfen. Ga maar. Ja, oké, je volgende punt is daar, vanaf de cactus. Nee, in het water moet je opnieuw, hè? Ja, het water. Oh, nee, hij is net niet in het water beland. Oeh. Oké, nu in het hag. Klop, je kan het. Oh. Yeah! Oh, ik ben dood. Oké, wat is dit? Finish. Wacht, dit is even heel verwarrend allemaal. Hier moet je naartoe. 4 op een rij. Oh, maar deze gewoon 4 op een rij spelen. Oké, ik ben rood, jij bent blauw. Komt mag ik beginnen? Ja. Oké, 4 op een rij. Oké, dit is echt heel leuk. Dit is serieus heel leuk. 4 op een rij, let's go. Jij bent weer? Ik ga mezelf tactiek geven voor dit. Je wil niet weten hoe goed ik ben in 4 op een rij, Robin. Ik ook. Je wil niet weten. Je hebt nu al een grote fout gemaakt. Dat is helemaal niet waar. Jawel. Kijk maar wat je doet. Kijk maar wat jouw tactiek gaat zijn in deze barre enge wereld. Oh nee. Ik heb ook één. Ik nog één. Ja, hoe ga je dit oplossen? Hoe ga je dit probleem oplossen? Zo, maar. Robin de bom in. Hoppakee. Daar heb ik het te pakken. Hallo. Hallo. Hey. Joehoe. Oké, ik ben benieuwd wie dit gaat winnen. Kijk, ik hoop al dat je dit ging doen, want nu kan ik dit doen. En nu ben je de klos. Nu is het klaar. Afgelopen. Helemaal easy niet. Winst. Jawel, dit is een winst. Dit is een winst voor de familie van plakkers. Kijk. Hoppa. Daar heb ik je tuk. Het is 3 op een rij. Ik weet het nog niet. Een heerlijk lekker tukje heb ik. Nou, waar zou ik hem nou eens gaan plaatsen? Dacht het even niet. Wacht even, nu ben ik even... Ja, je hebt hem helemaal niet. Jawel, ik heb je wel tuk. En jij ziet het alleen nog niet. Dat is je probleem. Je ziet het alleen nog niet. Het plan dat ik heb... Nee! Doe dat nou niet. Dat was mijn meeste plan. Ja, nou slim man. Mijn meeste plan is verpest. Allemaal door jou. Wacht even hoor. Het was een zelf. Nee! Ik heb je. Ik heb jou. Oh, ik heb jou. Dag. Nee! Ja, ik zag het zelf alleen nog niet. Maar ik heb hem. Oké, maar krijg ik ook nog wat? 4 op één rij. Maar ik krijg niks. Dit is gewoon een minigame. Ja. Maar het was wel leuk. Het was een leuke minigame. Oh. Ga door start. En de tijd loopt. Maar de tijd loopt al. Omdat er een schaap op heeft gestaan. Oh mijn god. Oké, start. Ik ga hem halen. Ik ga kijken hoe snel ik hem kan halen. Toenk, 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 toenk. Nou, oké, ik heb hem in ieder geval snel. Dat is ook goed genoeg, toch? 4e minigame. Schiet op kippen. Oh, maar deze gaat leuk zijn. Oké, kijk wie de meer raakt. Oké? Oké, komt-ie. 3, 2, 1, go. Huh? Ja, ik heb hem. Got it. Oh. Ik heb er 1. Het staat 1-0. Oké. Ah! Ik heb hem. 1-1. Die had jij. 2-1. Die had ik. Oh, 2-2. Weet je dat zeker? Ja, die had ik ook. Oh, het zijn er ineens heel veel! Ik had er 1. Nee! Wat nee? Je hebt gewonnen. Oké, jij hebt deze gewonnen. Prima. 16e minigame. Lol. Dit is bijna onhaalbaar, dus je mag skippen. Dit is start. Oh, oké, wacht. Nee, oké, wat is het? Doe maar eens. Ik wil kijken wat het is. Oh joh, god, je moet het in 1 keer halen en dan val je in het water als het fout gaat. Oh, dit is echt leuk. Dit is een kermis. Het is gewoon een kermis waar we op aan het chillen zijn. Komt die Ellen op? Wacht. Oh, ik heb hem! Oh, gehaald. Nee! Je hebt niet gehaald. Zou ik hem gewoon op, hoor. Nee, ik finish wel gewoon. Dag! Ja! Dan kan je hem overhalen, lever, trouwens, dat je hier naar beneden komt. Robin, kom naar beneden. Er staat hier, abonneer. Gefeliciteerd, je hebt de map uitgespeeld. Als beloning krijg je een koekje. Er komt misschien een deel 2. Bye. En dan hier, abonneer. Ah, man. Die gaat weg. Die gaat weg. Ik kan het zeggen, echt waar. Vreselijk, zet er even wat anders neer. Doei. Gewoon. Mag ik het koekje? Of mag ik ze allemaal niet? Oké, nee, dankjewel. Jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Robin. Wacht. Wat? Hij heeft een naam. Oh, Robin het slavenmans. Dag. Nee, ik wil niet dood. Oh, zo'n slaaf. zo'n mens sterven ze tegelijkertijd. Dit is een accuratere beschrijving van dat jij dat varken bent, kan er niet zijn. Het feit dat hij sterft en jij sterft ook, betekent genoeg. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als het zo was. Kijk nu lekker deze video, want dit is ook een map van de kijker. Een hele leuke map van de kijker. Ook waard om even te kijken. Jelmer en Ferre, dank jullie wel voor het maken van deze map. Hij was helemaal geweldig. Spreek je wel, Vaasje. Wat een vliegvlesje, tot de volgende keer.